Ontwikkeling is alles. De basis voor persoonlijke en professionele groei. Ontwikkeling is noodzakelijk om zinvol mee te kunnen blijven doen. Ontwikkelen je altijd en overal. Op school, thuis en op het werk. Samen of alleen je leven lang ontwikkelen. Zo haal je het beste uit jezelf en houd je de regie. Het biedt je kansen en zekerheid. Als persoon, werkende en werkgever. Want de wereld en arbeidsmarkt veranderen razendsnel. Denk aan de impact van digitalisering en robotisering. En aan het feit dat we steeds ouder worden en dus langer doorwerken. Of het nou gaat om bijscholen of omscholen, formeel of informeel, belangrijke basisvaardigheden of specialisaties. Blijven ontwikkelen is noodzakelijk en geeft energie. Een leven lang ontwikkelen moet vanzelfsprekend zijn. Niet alleen voor je eigen ontwikkeling, maar ook voor die van de ander. Het is aan ons. Onderwijs, werkgevers, werknemers, docenten, directeuren, voorzitters, beleidsmedewerkers en ministers om daar onze schouders onder te zetten. We kunnen veel van elkaar leren en elkaar inspireren. En zo een leven lang ontwikkelen voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld maken. Want ik maak het mogelijk. Jij maakt het mogelijk. Wij maken het mogelijk. Wat een mooi filmpje. Ontwikkeling is de basis voor persoonlijke en professionele groei. Dat waar het om gaat op de dag van werken en leren op 30 september aanstaande in de Lokhal in Tilburg. Mijn naam is Judith Delië, ondernemer met Ivyke Weer en een van de organisatoren van de Dag van Werken en Leren. Samen met initiatiefnemer Tilburg University, Bibliotheek Midden-Brabant en Leren en Werken Midden-Brabant. Samen met een aantal experts hier aan tafel nemen we een voorschot op de Dag van Werken en Leren met een webinar die draait om geslaagde carrière switches. En deze experts zijn helemaal thuis in arbeidsmarkttransities. Mag ik beginnen bij jou, Danielle, om jezelf voor te stellen? Zeker. Nou, Danielle Roosdreter, manager arbeidsmobiliteit bij de Rabobank. Daar begeleid ik vanuit mobiliteitscentrum mensen van baan naar baan. Soms gedwongen vanuit reorganisaties, maar gelukkig steeds meer vanuit de regie op hun eigen loopbaan. Mm-hmm. Dus dan hebben we 1-op-1 gesprekken. Ik geef trainingen en workshops. Alles om mensen van baan naar baan te helpen. Mooi, dankjewel. Evert. Evert van Summeren, ik ben projectleider van het succesvolle project Switch in Midden- en West-Brabant. Een samenwerking tussen een groot aantal verzorgings- en verpleeghuizen, ouderenzorg en bureau G&D, een particulier opleidingsinstituut. Waarbij we zij-instromers heel nadrukkelijk in 1,5 jaar tot 3 jaar omscholen naar een functie in de zorg, in de ouderenzorg. En dan Dionne, mijn collega van Ivyke Weer. Ja, Dionne van der Straten. Ik ben adviseur bij Ivy Career. Wat wij doen is, wij brengen talent objectief in beeld door middel van game-based assessments. En waarom doen we dat nou? Zeker voor die carrière switches. Je ervaring die je hebt opgedaan is belangrijk, maar nog belangrijker is natuurlijk van waar zit nou jouw talent en vooral je verborgen talent. Nou, we hebben dus een compleet panel die zowel de kant van de medewerker of de werkzoekende belicht, maar ook zeker ook de kant van de werkgever. Want we hebben elkaar allemaal nodig, zoals ook gezien in het filmpje, om carrière switches te laten slagen. En we moeten wel, want de wereld verandert, de arbeidsmarkt verandert heel erg sterk. Denk aan digitalisering, de robotisering, maar natuurlijk ook corona op dit moment. En het feit dat we veel langer moeten werken omdat we nu eenmaal ouder worden. Stap 1 is inzicht. Wat kun je allemaal al ontdekken voordat je aan een carrière switch begint? Stap 2 is kijken naar mogelijkheden. Stap 3 is actie. Niet de minst onbelangrijke natuurlijk. Vervolgens gaan we in op een aantal mooie voorbeelden. En we zijn ook heel erg benieuwd wat jij naar vandaag gaat doen. En we nemen je nog tenslotte mee naar een kijkje vooruit. En je kunt uiteraard vragen gaan stellen. Er zijn dus zoals gezegd verschillende aanleidingen om een carrière switch te maken of te faciliteren vanuit de werkgeverskant. Danielle, wat kom jij allemaal tegen als manager arbeidsmobiliteit? Veel, zowel bij de Rabobank, maar als ook daarbuiten hoor ik natuurlijk veel ontwikkelingen. Maar je ziet vaak wel dat de aanleiding nog steeds gedwongen ontslag is of faillissement. Dus vanuit noodzaak dat mensen op zoek gaan naar iets anders. Ook wel veel al ingrijpende gebeurtenissen privé, dus dat er echt een aanleiding is om te gaan veranderen. Dus daar komen een hoop emoties bij kijken. Gelukkig zie je aan de andere kant ook wel een kentering.
door corona, onder andere, dat mensen echt gaan nadenken over hun werkgeluk. Van, ben ik nog aan het doen waar ik blij van word? Of mijn functie is inhoudelijk erg veranderd, of mensen zitten meer thuis te werken. Waardoor ze ook wel zijn gaan nadenken over van, doe ik nog wel wat ik leuk vind en waar ik gelukkig van word als ik dit op mijn pensioen mag gaan doen. Ja, ik denk dat het allemaal bekende onderwerpen zijn. Voor jou, Evert, kun je daar nog een aanvulling op geven? Ja, ik sluit wel aan. Meer uitdaging is absoluut een veelgehoorde uitdrukking. Maar ook mensen, wij bieden natuurlijk mensen werk in de zorg. Mensen die eigenlijk al jarenlang de droom hadden om in die zorg te gaan werken. Daar toch hun focus op gehad hebben. Wat meer ruimte krijgen naarmate de kinderen wat ouder worden. En toch weer gaan voor een nieuwe toekomst. Dus echt hun droom achterna gaan. Herkenbaar. Dionne, jij weet ook meer over de beweegredenen van organisaties om zich te ontwikkelen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Want het is wat je zegt, niet alleen medewerkers moeten ontwikkelen, juist ook wel organisaties. Zie je nu heel erg door corona natuurlijk. Aantal branches zoals horeca, evenementen, leisure, die gewoon echt flink geraakt zijn daardoor. Daarnaast heb je bijvoorbeeld dingen als dalende omzetten, negatieve resultaten, krimp. Waardoor je afscheid moet nemen van mensen. Aan de andere kant, de positieve kant natuurlijk omzetstijging. Waardoor je gewoon echt wel meer mensen nodig hebt. Reorganisaties, echt een veranderopgave waar je doorgaat als organisatie. Capaciteitsgebrek. En dat kan zowel aan de kwalitatieve kant zitten, dus kennis en kunde wat ontbreekt, of aan de kwantitatieve kant. Veel organisaties zien ook de noodzaak tot verjonging. De vergrijzing komt in diverse sectoren natuurlijk steeds harder aan. Waarbij organisaties zoeken van hoe kunnen we jong talent aan ons gaan verbinden. En soms ook gewoon de war on talent. Moeilijk om echt goede medewerkers te vinden. En dan eigenlijk ook de passende medewerkers. Nou, dan gaan we nu naar de drie stappen. We maken natuurlijk een begin met stap 1. Want waar begin je nou als je een carrière switch overweegt? Als je hem noodgedwongen moet maken? Of als je die wil faciliteren voor je eigen medewerkers? Of juist nieuwe mensen wil aantrekken? Evert, waar zou jij beginnen? Nou, het begint in ieder geval met drie basisdingen. Wat wil ik? Wie ben ik? En wat kan ik? Daar zit sowieso een driver. En dan wordt die lastig. Want er is een hele grote brei eigenlijk aan mogelijkheden. En ja, je hebt wel een beeld bij bepaalde functies en mogelijkheden wellicht, maar is dat beeld terecht? Dus hoe ga je dan zorgen dat je een goed beeld krijgt van de functie of de branche waar jij geïnteresseerd in bent? En hoe kom je dan tot welke baan en welke branche past echt bij mij? Wat wil ik bereiken is dus wel een essentiële vraag. En hoe doe ik dat? Ja, mooi. Danielle, heb jij nog meer zaken die tot inzicht kunnen leiden? Ja, ik denk dat Evert al goede kernvragen heeft gesteld. Ik merk ook wel in de praktijk dat mensen dat soms lastig vinden om voor zichzelf te beantwoorden. Dus ik zeg ook altijd, ga met anderen het gesprek aan. Wat zie jij me doen? Waar zie jij mogelijk kansen voor mij voor de toekomst? Wat wil je nog leren en ontwikkelen ook voor de toekomst? Neem dat er ook zeker in mee. We moeten ook brood op de plank komen. Dat moet ook, ja. En dat inzicht is wel belangrijk om te bepalen welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst. Ja, en ook wat Evert net zegt terecht, van waar vind ik dan die banen en die mensen die me kunnen helpen om te laten zien of dat iets voor jou kan zijn voor de toekomst. Ja, mooie punten. Dan ga ik weer even overstap maken naar Dionne. De werkgever heeft natuurlijk ook inzicht nodig om in beweging te komen. Ja. Wat raad jij hen aan? Ja. Kijk, de vraag start altijd met je strategische plan. Waar willen we naartoe met de organisatie? Wat is onze missie, onze visie en de doelen die we willen bereiken? Als je die helder hebt, kan je gaan kijken van en welke mensen passen daar dan bij? Hè? Welke vaardigheden moeten we dan in huis hebben om daar te komen waar we willen komen met elkaar? En dan ook kijken, en wat hebben we daarvoor nu al in huis? Wie zijn hier? Welke talenten hebben die mensen? En daar dus ook welke verborgen talenten hebben mensen. We denken vaak nog van, iemand zit op een gegeven moment op een functie. Dus dat is iemands talent. Maar het zou zomaar kunnen dat iemand op een hele uitvoerende rol ook heel creatief is. En daarin dingen wil betekenen. Breng dat in kaart. Ga vervolgens ook kijken.
Matcht dit nou ook met de bedrijfscultuur die we hier hebben? En wat willen we dan met elkaar? Om vervolgens te gaan bepalen van, nou, wat willen we ontwikkelen? En wat hebben we daar dan voor nodig? En welke stappen moeten we daarop inrichten? Ja, mooie punten, Dionne, die je genoemd hebt. Evert, heb jij daar eventueel nog een aanvulling op? Ja, misschien wel. Als je erover nadenkt over de mensen die bij je in de organisatie werken. Of die ook bij je willen blijven werken. Dus ik denk dat het goed is om altijd goed in beeld te hebben. Wat maakt nou dat je organisatie uniek is? En hoe trigger je de mensen die er al zijn om gewoon ook te blijven? Dat is natuurlijk een belangrijk punt. Ja, want anders ga je zomaar ergens vanuit. En plotseling verdwijnt je talent die je niet had willen verliezen. Precies. Dus je wil ook engagement. Behoud. Ja. Dat is ook wel, als ik daar iets op mag aanvullen, dat is ook wel een uitdaging van deze tijd met het vele thuiswerken. Oh ja. Want hoe hou je nou die verbondenheid bij je organisatie? Dat hoor ik ook wel veel. Van ja, of ik dan voor dit bedrijf het werk doe, of hetzelfde werk vanuit huis voor een ander bedrijf. Persoonlijke relatie. Dus die persoonlijke een beetje betrokkenheid. Dat is wel belangrijk om daar als bedrijf denk ik echt eens in te steken. Ja, ik hoor best wel van de vrijdagmiddagborrels. Dat die nog online gegeven worden. Ja, maar dat zijn al kleine voorbeelden. Ja, wij hebben de donderdagmiddagborrel. Maar ook goed. Ja, dat werkt wel. Dat zijn kleine interventies die je kan doen. Ja, super. Oké, we zijn dus gestart met een aanleiding en stap 1 was inzicht. Stap 2, Danielle, wat houdt die in om een geslaagde carrière switch te maken? Vooral kijken naar welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst en ook welke hulpbronnen je kan aanschieten. Dus wie kan jou bijvoorbeeld helpen in dat traject daarnaartoe? Hoe ziet je netwerk eruit, kan iets zijn. En wat ik vaak dan zie is dat mensen heel erg kijken naar hoe een netwerk al is vanuit de functie die ze gedaan hebben. Maar zeker als je een stap naar een andere branche wil maken, hoe is dan je netwerk georganiseerd? Je kan je voorstellen, als ik het voorbeeld van de bank mag noemen, iemand die vanuit de bank naar het onderwijs wil, die heeft vaak een heel netwerk in bankenland, maar nog niet in het onderwijs. Dus het is wel belangrijk om daarop te investeren, denk ik. En daar, vanuit daar ook kijken van waar kan ik meekijken? Stage lopen of een kopje koffie drinken met iemand die iets kan vertellen over mijn toekomstige baan. Dionne, heb jij nog aanvulling op het verhaal van Danielle? Jazeker. Ik denk een van de dingen die soms ook vergeten wordt is kijk vooral ook naar de mogelijkheden bij je eigen werkgever. Je hoeft niet altijd meteen de hele grote stap te zetten. Is het niet mogelijk om al op onderdelen bepaalde vaardigheden verder te ontwikkelen? Kan je daar stappen zetten richting die switch? Denk ook, jij noemde al even de stageplek. Kan ook vrijwilligerswerk zijn soms, om gewoon eens in je avonduren of op je vrije dag daarin alvast wat te gaan proeven van wat past dan bij me. En verdiep je in opleidingen. Is het bijscholen wat nodig is? Moet je echt omgeschoold worden? Ga daar ook eens op oriënteren wat een goede volgende stap daarin is. Ja, mooie punten, Dionne. Evert, wat raad jij werkgevers aan die carrière switches vrijwillig of gedwongen willen faciliteren? Volgens mij begint het met het goede gesprek, het echte gesprek. Praat eens door waarom iemand een carrière switch wil maken, wat hij daar denkt te gaan vinden, wat hij nodig heeft ook, met name bijvoorbeeld in financiële zin. Je kunt niet zomaar tijdelijk je baan opzeggen. Tenminste, de meeste mensen kunnen dat niet. Huur en hypotheek lopen door. Dus je zult ook iets met de financiën moeten. En faciliteer dat. En help mensen ook om op sommige momenten bijvoorbeeld mee te mogen gaan lopen op andere, binnen andere bedrijven. Laat ze stage lopen, laat ze kennis maken. Jij gaf het al aan, met mensen koffie drinken. Gewoon dat beeld wat ze hebben ook een stevig beeld wordt. En dat ze niet de fout maken om nu vrij snel een stap te maken. Waar ze straks niet vinden wat ze denken te vinden. Dus het echte gesprek goed faciliteren in financiële zin, maar vooral ook in ruimte en tijd om mee te kunnen lopen en kennis te kunnen maken. Ja, want ik ook uit het filmpje heb opgemaakt is dat we in ieder geval samen moeten werken. Je, als individu, als medewerker, als werkgever, maar ook opleidingen. Eigenlijk moet alles in elkaar vallen. En Rabobank, Danielle, is daar een heel goed voorbeeld van. Ik noem dat echt goed werkgeverschap. Wat doen jullie allemaal als Rabobank? Ja, wij doen heel veel. We hebben natuurlijk het mobiliteitscentrum, vanuit waar we heel veel activiteiten voor mensen organiseren. Dus medewerkers kunnen op inloopmomenten komen om eens met een loopbaanadviseur van gedachten te wisselen. We organiseren inspiratiesessies, ook met andere branches samen, waaronder met de zorg of met het onderwijs, om mensen te laten zien wat er nodig is om daar te komen. Wat Dionne net zegt, stageplekken binnen de eigen organisatie. Soms hoor je dat iemand financieel adviseur is geweest altijd en de overstap naar HR-functie wil maken. Dus ga dan een stage lopen bij een HR-collega om op die manier je ervaring op te doen en je cv te verrijken.
En daarnaast hebben we vanuit CAO een aantal financiële compensaties die helpen. Waaronder onder andere het ontwikkelbudget. Dus medewerkers krijgen ieder jaar een bepaald budget. En dat mogen ze vrij besteden aan welke opleiding ze dan ook willen. Als het maar bijdraagt aan een toekomstige baan of behoud van baan voor de toekomst. Ja. Dus... ja, nou kan ik me voorstellen dat er een hoop werkgevers zijn die zich dat allemaal nog niet kunnen permitteren. Nee. Maar ik weet wel dat bij de Rabobank ook heel wat instroom komt uit allerlei branches. Dus zo helpt eigenlijk de Rabo ook andere ondernemingen door juist... mensen aan te nemen die mogelijk geen ervaring hebben, maar wel alle competenties hebben om een carrière binnen het bankwezen tot slagen te laten komen. Zeker, we hebben aan die kant ook gewoon goede mensen nodig. We hebben mooie pakketten denk om mensen op te leiden en weer een warm welkom te heten. Dat is denk ik ook heel erg belangrijk in die tijd. En wat ook wel belangrijk is dat we de managers ook echt helpen van op het punt wat Eva net aangaf, van hoe voel je dat goede gesprek? En hoe zorg je dat je medewerkers bevraagt op wat ze nodig hebben om voor de toekomst met plezier naar hun werk te blijven gaan? Nieuwe stap 1, inzicht, de mogelijkheden bij stap 2 hebben verkend. Gaan we naar 3 en dat is? Ja, stap 3 is de actie. Hè? Ja, ook daadwerkelijk dingen gaan doen. Een van de dingen om te doen is om te kijken naar dat talent. Wat is nou mijn talent? En laat dat objectief vaststellen. We weten allemaal, als we moeten noemen waar we goed in zijn. Je kan altijd wel dingen noemen, maar de dingen waar je echt heel goed in bent, die echt heel goed bij je passen, die herken je vaak zelf niet eens. Bij Ivy Career kunnen we je helpen bijvoorbeeld om dat te doen. Vind ik zelf ook echt op een leuke manier. Je gaat gewoon spelletjes spelen. En door middel van die spelletjes kunnen we in kaart brengen waar zitten je vaardigheden. Zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Je basisvaardigheden, rekenen, taal, dat soort dingen. We kijken naar je persoonlijkheid. Waar zitten je drijfveren? Nou, dan krijg je echt een beeld van wie ben ik nou? Om dat vervolgens dan te matchen. En wat voor rol of functie past daar dan bij? Maar ook, wat voor soort organisatie? Het is heel belangrijk dat je ook kan herkennen in waar een organisatie graag naartoe wil en hoe de cultuur is. En vervolgens, als de stap komt van dan wil ik toch eens gaan solliciteren ergens, ga je ook echt verdiepen in het solliciteren anno nu eigenlijk. Als het een tijdje geleden is dat je gesolliciteerd hebt, die ontwikkelingen gaan ook zo snel. Je ziet heel veel nu ook met videosollicitaties. Het is op heel veel plekken echt niet meer gewoon het cv en een brief sturen en wachten tot je uitgenodigd wordt. Dus dat zou ik ook zeker adviseren voor de actie. Mooi. Evert, wat kun jij nog aanvullen op hetgeen Dionne verteld heeft? Nou, ik vind de opmerking van Dionne, het solliciteren anno 2020, 2021 al bijna, vind ik wel een mooie. Want dat is echt wel veranderd. Je bent veel meer bezig met, tegenwoordig noemen ze het bijna branding van je eigen merk. Oftewel je eigen naam met alles wat je kunt, je kwaliteiten, je verborgen talenten. Netwerken, ook zo'n ding. Vroeger schreef je in op een vacature in de krant. Tegenwoordig ben je veel meer bewust bezig met je netwerk, wie ken je. En dan gaat het niet alleen maar om je zakelijke contacten, maar ook je informele private contacten. Wie kent wie? Kun je via iemand een contactpersoon te pakken krijgen. Ook om eens bijvoorbeeld te bellen voor een bakje koffie, hè, waar jij het over had. Dat zijn toch dingen die een stuk beter en efficiënter werken als de oude krant. En daar vacatures uithalen. Wat misschien ook wel een goede tip is, maak eens gebruik van een loopbaancoach. Weet je, die zijn er legio, er zijn hele goeie. En die kunnen je tot hele mooie inzichten brengen. Hey, en tenslotte het omscholen. Hè? Als je naar een hele andere branche wil, dan zul je ook moeten kijken waar moet ik in geschoold worden. Daarin heb je natuurlijk de reguliere opleiders, de ROC's, de HBO-opleidingen, maar ook particuliere partijen, ook bedrijfsopleidingen. Het is heel goed om je daar eens in te oriënteren. Wat heb ik nou nodig? Wat mis ik? Wat moet ik minimaal doen? En hoe kan ik een makkelijke, korte sprong maken naar dat andere veld? Dat is iets wat Switch bijvoorbeeld ook doet. Hè? Wij hebben heel hard mensen nodig uit het andere beroepsveld. 80.000 tekorten tot 2025. Dat zijn serieuze aantallen. Daar is Scienstroom echt een prachtige groep in. Maar goed, zijnstromers, bijvoorbeeld van de Rabobank, ze moeten wel omscholen. Want je moet wel weten hoe je die steunkous aantrekt en hoe je medicatie toedient. Switch biedt daarin bijvoorbeeld met bureau G&D een verkort opleidingstraject, 1,5 jaar. En je bent MBO 3, verzorgende IG, gediplomeerd.
Er zijn legio mogelijkheden. Mooi. En je wilt de risico's zo klein mogelijk houden aan twee kanten. Dus wat Dionne aangeeft, laat het eens objectief testen. Ja, dan, daarmee voorkom je eigenlijk dat mensen een stap maken die mogelijk niet bij ze past. Of ja, dat je dure personeel, die het al zwaar heeft, anderen laat opleiden die vervolgens alsnog afhaken. Danielle, dan zijn we bij jou aangekomen. Wat kunnen werkgevers doen als het gaat om actie, het faciliteren of initiëren van carrière switches? Ja, we hebben het al een paar keer wel eerder gehoord. Evert noemde het daar straks ook al. Maar ik denk echt tijd maken voor het goede gesprek. Dat het daar echt begint. Dat managers niet voorbij gaan en sneller over de doelstellingen gaan praten. Maar echt luisteren naar wat heb je nou nodig om je te oriënteren en klaar te maken voor de toekomst. Banen gaan gewoon veranderen. Maar ik denk ook het aanbieden van stageplekken, tijdelijke detacheringen mogelijk maken of te kijken naar wat is er nodig, niet alleen op kennis, maar ook naar de competentiekant. Dus ik denk dat we als organisaties ook de draai moeten maken om verder te kijken dan alleen de kennis die iemand heeft opgedaan de afgelopen jaren, maar veel meer wat kan iemand nu. Dus eigenlijk moeten ze een beetje van het veilige pad af gaan. Ja. En dus gewoon kijken vanuit kansen. Luisteren en ik zeg altijd, je hoort heel vaak, maar dat kan niet. En ik zeg altijd, maar wat als het wel zou lukken? Ja. En wat is er dan nodig? Dus probeer dat gesprek ook met elkaar aan te gaan. Mooie trigger. Nou, dan zijn we aangekomen bij wat jij gaat doen na vandaag. Mogelijk zijn hier wat suggesties aan tafel waar je van zegt van, nou, dat kan morgen gelijk plaatsvinden. Dionne, geef jij eens een hint? Wat Evert net aangaf, hè, die loopbaancoach. Als je denkt van, nou ja, het is, ik vind het gewoon fijn om door een professional begeleid te worden daarbij. Ga eens zoeken of je goede loopbaancoach. Kijk ook vooral of diegene bij je past. Als je denkt, nou, ik heb die professionele hulp eigenlijk niet nodig. Je omgeving, hè, kan je ook eens vragen om mee te denken. Ook eens te bevragen op waar zie jij me nu en waar ken jij mensen. Dus gebruik die ook vooral. Online is er veel te vinden. Nou, Ivy Career kan je helpen, maar zo zijn er ook heel veel andere online testen die je kan doen. Het is een kwestie van eens googlen en dan vind je ook wel hulp daarin. Ja. Mooi. Evert? Ik kom even terug op wat al een paar keer gezegd is. Het echte gesprek met je personeel voeren. Geef ze ook voorlichting in de mogelijkheden die er zijn. Kijk naar een strategisch personeelsplan. Zorg dat dat er is, dat je weet waar je het over hebt. Wat heb je aan mensen tekort? Wat heb je aan mensen? Wie gaan er binnenkort met pensioen? Waar zitten je gaten en mogelijkheden? En heel belangrijk, natuurlijk wijs je personeel, maar ook de werkgevers op de dag van werken en leren op 30 september. Wat natuurlijk een prachtige bijeenkomst gaat worden. Mooi. Danielle, heb je nog een aanvulling? Jazeker, ik denk dat er al veel punten gezegd zijn. Maar ook het marktonderzoek is denk ik heel belangrijk. Banen die er vorig jaar waren, zijn er nu niet meer. En nieuwe banen en functies ontstaan elke dag weer. Ik ben elke keer weer verrast. Dus doe onderzoek, kijk eens op Indeed of op andere vacature sites wat het tegenwoordig allemaal is. Want dat verandert echt met de dag. Kijk dan ook echt naar de inhoud van de functies. Dus laat je niet alleen afleiden door de naam, maar lees echt die teksten en ga eens goed kijken wat bij je past. En wat je ook zou kunnen doen als je het hebt over solliciteren anno 2020, 2021. Ja, kijk naar je cv en je LinkedIn. En zorg dat dat niet alleen is wat je in je huidige functie hebt gedaan, maar dat al je talenten daar goed naar voren komen. Die kun je al sowieso oppoetsen natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dank jullie wel. Jullie hebben misschien ook vragen aan ons. Wees vrij om ons vragen te stellen. We zullen ze graag beantwoorden. En vergeet vooral ook niet even naar de leuke interviews te kijken. Naar twee mensen die een gewaagde carrière switch aan het maken zijn. Vanuit het bankwezen richting onderwijs. En de ondernemer die recent als zijinstromer de zorg in te gaan. We hopen dat jullie met veel plezier hebben gekeken en dat jullie met enthousiasme naar de Lokhal in Tilburg komen op 30 september, na de dag van werken en leren. Graag tot ziens!